Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik heb mijn balletpakje weer aan. Love Life is mijn lievelingsvak van de week. Maar niet heus, ik hou echt niet van ballet, maar goed. Hoort erbij, hoort bij mijn studie. I guess dat ik niet mag zeuren. Maar eerste dag na de vakantie, ik vond het al moeilijk om op te staan. Terwijl ik om 10 uur begin en mijn wekker ging om 8 uur. Ging om 8:30 uit. En dat is niet eens zo heel erg vroeg. Maar ik heb de hele vakantie tot 12 uur uitgeslapen. Dus dan is het opeens wel even pittig om zo vroeg op te staan. Dus ik heb vandaag niet zo'n lange dag. Ik heb eigenlijk alleen ballet en zangles. Oh ja, en groepszangles hebben we vandaag. Prima, ik ben volgens mij om 2 uur uit. Dus dat valt echt wel mee. Ik eet even mijn ontbijt op. Ga ik even make-up doen. En hier nog even een outfitje bij uitzoeken. Ik heb een keertje een nieuwe ooglook bedacht. Ik vind het echt heel mooi. Ja, het is echt niet goed te zien op de camera. Maar, want het licht is hier echt verschrikkelijk. Maar het is met een beetje roze ook er doorheen. In ieder geval, ik vind het heel mooi. Ik moet nu gaan, want ik heb ballet. Zo, ik ben al de hele middag thuis geweest. En ik heb eten gemaakt voor komende week. Video geëdit. En verder gewoon lekker gechilled en gedoucht. En zometeen ga ik naar Judith, want ik ga lekker bij haar eten. Ik heb hier eigenlijk een afwas staan. Ik ben nu heel erg aan het overwegen of ik dat nu ga doen of straks. Ik denk nu. Dan heb ik dat maar gedaan. En dan ga ik zo meteen naar Judith en lekker bij haar eten. Dus dat is heel fijn. Goedenavond. Het is... het is dinsdag. Ja, dat wilde ik zeggen. Ja, het is dus avond. Het is 9 uur 's avonds. Ik ben net een half uur thuis. Half uur? Nee. Nou, ongeveer. Nee, ietsje langer al ben ik thuis. Ik was om 8:15 thuis, ongeveer. Het is nu ook trouwens al 9:15, zie ik. Whatever, ik heb een lange dag gehad. Ik had les tot 7:15 en ik was vanochtend om 9:00 op school. Dus het was een lange dag. Wel een hele leuke dag. Ik heb echt best wel een chille dag gehad vandaag, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, wel lang en daarna ging ik nog heel even studeren. Maar ik had dat vanmiddag of vanochtend ook al gedaan. En ik merkte gewoon dat mijn stem echt even dacht van nee, even klaar nu, even rust. Dus ik ben toen om 8:00 gewoon naar huis gegaan. Ik wilde eigenlijk langer studeren, maar... ging niet meer en ik heb vandaag genoeg gedaan. Dus helemaal prima. Ik ben nu even water aan het koken. Want ik ga even pasta koken. Niet om nu nog te eten, want ik heb al gegeten. Ik had op school al wat gegeten. Maar voor morgen, zodat ik alvast pasta heb gekookt. Weet je, is gewoon handig. Als je zulke lange dagen maakt, wil je gewoon snel eten als je thuis bent. Dus ja, daar ben ik mee bezig. En dan ga ik zo meteen nog even editen. En dan ga ik naar bed. Zo, nou, ik heb volgens mij alweer 2 dagen niet gevlogd of zo. I don't know, ik weet het niet, ik hou het niet bij. Maar ik heb vandaag een lange dag gehad, tot 8:00. Nou, er vielen ook wat lessen uit, dus ik mag op zich niet klagen. Maar wel tot laat les gehad. Maar dat was eigenlijk wel, het was eigenlijk wel een heel chill dagje vandaag. Dus dat was heel erg fijn. En het is nu laat in de avond. Ik heb deze hele avond, hele avond. Ik was dus pas om 8:30 thuis of zo. Maar ja, ik heb een beetje gechilled. Ik heb video afgeëdit, video geüpload. En nu zit ik in mijn bed. En ik ga zo meteen beginnen aan de docu van Femke Louise. Misschien hebben jullie het wel gevolgd, maar Femke Louise heeft echt een sikke marketingstunt gedaan. En ik ben er zelf ook keihard in getrapt. Dus voor de mensen die het gemist hebben, ze had een foto op Instagram gezet. Waarbij ze zeg maar tussen allemaal dode dieren stond. En daaronder die foto's had ze neergezet van welk stukje bont zal ik uitkiezen voor mijn nieuwe kledinglijn? Zoiets. En dat had ze er binnen 15 minuten weer afgehaald. Maar ja, dat was natuurlijk al lang al opgenomen door het internet. Dus dat ging heel internet over. Mensen allemaal boos op haar, bla bla bla. Toen postte ze de trailer van haar nieuwe videolandserie. Zo met haar nieuwe kledinglijn. En dan zag je ook shots van die bontjassen er tussendoor. Nou, toen waren mensen al helemaal mad. En toen vervolgens vandaag had ze dus gepost dat het een documentaire is over de... dierenleed
en het bont maken. Dus nu was iedereen echt zo van, oh wow, het is toch wel gewoon goed. Nou ja, dat was natuurlijk gewoon een zieke marketing stunt. En dat was gewoon wel echt heel goed bedacht. Want ik ben er ook wel in getrapt. Ik ben heel benieuwd naar haar docu. Dus ik ga die kijken. Ik vind Femke Louise best wel, ik weet niet, ik kan er niks aan doen, maar ergens vind ik er gewoon heel tof. In heel veel gevallen vind ik er ook verschrikkelijk. Want qua muziek vind ik het echt, zeg maar, de muziek is gewoon mijn kind of, ja, een beetje foute party muziek, weet je wel. Ik ga er wel goed op een of andere manier, omdat ik gewoon best wel van foute muziek hou en zo. Ik hou gewoon best wel een beetje van foute hitjes en zo. En daar valt Femke Louise voor mij wel onder. Maar vind ik er heel erg tof. Ik kan er niks aan doen. Ik vind er wel wat hebben. Dus ja. En ja, ik ga nu die docu even kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd. En daarna ga ik slapen. En morgen is het alweer vrijdag. En morgen ga ik lekker weer naar mama. En daar heb ik ook wel even zin in. Good morning. Het is vandaag vrijdag. En vandaag het laatste dagje. En dan vanmiddag lekker naar huis. Dus ik ben even mijn koffer aan het inpakken. En ik moet ook kijken hoe laat het is. Want ik heb geen idee hoeveel tijd ik nog heb. Oké, okay, let's go. Ik ben weer lekker thuis bij mama die gaat douchen. Vet gezellig. En kijk. De poes is er ook. Ik heb me gemist. You love me, yeah. Kijk uit hoor, met omkleden nu. Ja, nou ga dan weg. Ja, wat dan? Ga dan weg. Nee, ja, nou, ik ben dus weer lekker thuis. Ik heb pizza gegeten, was niet de bedoeling, maar was wel lekker. Ik ga nu naar bed. Oh ja, en ik heb The Voice gekeken vanavond. Ja. Lekker indrukwekkend, mijn leven. Heel bijzonder. Net als elke Nederlander ongeveer. Oh ja, kijk. Ik heb dus net mijn platenspeler in deze tas gepropt met allemaal platen. En die ga ik lekker meenemen naar Tilburg. Dus die neem ik mee naar Tilburg. En dan kan ik weer plaatjes draaien. Je weet. Zo, het is vandaag zaterdag. En ik ga vandaag naar Haarlem. Want ik heb een afspraak eerst. En dan daarna gaan we misschien even lekker rondjes lopen in de stad. Ik weet het niet. Of we gaan naar huis. Of ja, we zien wel waar we zin in hebben. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb dus vandaag een hele leuke afspraak gehad. En daar ga ik zo meteen wat over vertellen. En ik ben ook nog langs de IKEA geweest. Heb ik wat leuke dingetjes gekocht. Dus dat wil ik ook nog even laten zien. Maar ik zal eerst even vertellen wat ik vandaag heb gedaan. Ik heb vandaag een afspraak gehad met Barbara. En Barbara die werkt voor OptiDay. Ik had afgelopen week deze foto op mijn Instagram story gezet. En ik vroeg daarbij waar ik dit kon kopen. Want ik zag het en ik werd echt gelijk verliefd. Toen kreeg ik heel wat berichtjes van websites waar je het kan kopen. Maar ik kreeg ook heel veel berichtjes over het merk OptiDay. En daar ben ik toen wat over gaan opzoeken. En ben ik uiteindelijk in contact gekomen met Barbara. Zij werkt voor OptiDay. En vandaag ben ik naar Haarlem geweest. En heb ik van haar persoonlijk advies gekregen over de dekbedden. En ja, het is eigenlijk gewoon een merk voor beter en fijner slapen. En ik zag dit en ik dacht, dit wil ik hebben. Nu hebben wij een hele zak meegekregen met testdingetjes. Er zit een testdekbed in. Twee zelfs, want mijn moeder gaat het ook testen. En een hoeslaken. Maar ja, dus deze gaan we testen. Ik heb zelf al een dekbed besteld voor mijn bed in Tilburg. Dus die komt er over een weekje ongeveer aan. Maar ik ben er echt zo benieuwd naar. Ja, er zit dus een bepaalde soort vezel in deze dekbedden. En dat zorgt ervoor dat het je warm houdt sowieso. Het is een gesloten vezel, dus het wordt niet klam. Je gaat er niet in zweten. Het is ook temperatuurregulerend, dus in de zomer lig je er gewoon goed onder en is het niet te heet. In de winter houdt het je lekker warm. En ja, ik ben echt intens enthousiast hierover. Ik ga hier binnenkort ook meer over vertellen op mijn Instagram en in een andere video. Dus dat hebben jullie nog van me te goed. En daarin zal ik wat beter uitleggen wat het allemaal inhoudt. Maar in ieder geval hebben we nu een testset meegekregen. Dus vanavond ga ik al onder een dekbed slapen en een hoeslaken. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zal zo meteen even laten zien hoe het eruit ziet. Dit is een eenpersoons. Dus ik heb eigenlijk een tweepersoonsbed. Maar volgende week heb ik die voor mijn tweepersoonsbed ook. Maar goed, daar ben ik in ieder geval heel erg benieuwd naar. En ik heb ook van haar nog dit setje meegekregen.
met een washand erin en een cosmetica doekje. Dat is dit. Ik heb er toevallig twee. En daarmee kan je, als je dat nat maakt, kan je je make-up er heel makkelijk afhalen. Dus ze hebben meer dingen. Het is niet alleen maar voor op je bed. Ze hebben ook handdoeken, badlakens, badjassen. Ja, heel veel verschillende dingen. Bedtoppers. Ze hebben verschillende dingen. Het is echt... Ik ben gewoon heel enthousiast en ik kan niet wachten om het uit te proberen. Ik heb ook vandaag nog een balletpanty gekocht. Dat is even heel wat anders, maar die had ik nodig. Ik ben dus naar Ikea geweest, dus ik ga je even laten zien wat ik daar allemaal heb gekocht. Ik heb een tasje vol. Boven of beneden liggen nog twee plantjes, maar die ben ik vergeten mee te nemen. Maar anders pak ik die zo meteen nog wel even. Die moeten sowieso naar boven. Ik heb als eerste een nieuwe douchekop gekocht, want mijn douche is een beetje... stuk, een paar straaltjes doen het niet meer. En ik wilde heel graag een douchekop waarbij je standen kan instellen. Dus met een hardere straal en een zachtere straal. En dat kan op deze douchekop. Dus dat is heel fijn. Kostte 14 euro. Dan heb ik een nepplant gekocht. Dit zijn echt mijn favoriete nepplanten van Ikea. Deze hangplant. Want het staat gewoon echt ontzettend leuk in je kamer. En ja, het is fake. Maar ja, dat zie je natuurlijk wel. Maar van een afstandje niet. Dus ik vind het helemaal prima. Met dit bakje ook erbij. Het bakje kost 50 cent en de plant zelf 5 euro. Dan heb ik weer wat voorraadbakjes gekocht. Ik kan er niet genoeg hebben. En dit is een heel fijn formaatje om avondeten mee te nemen. Omdat het niet te groot is, maar ook niet te klein. Dus dat is perfect. Aangezien ik nu best wel vaak mijn avondeten gewoon meeneem naar school. Aangezien ik tot laat les heb. Dan heb ik nog twee pollepels gekocht. Heet dit pollepel? Volgens mij wel. En die waren denk ik een euro per stuk. Ik heb geen idee. Ik heb er niet op gelet. Mesje heb ik gekocht. Handig om mee te nemen omdat er zo'n beschermhoes mee zit. Kost denk ik rond de 2 euro. Dan heb ik dit nog meegenomen. En ik word er altijd een beetje mee uitgelachen op school. Omdat het er best wel heel gek uitziet. Maar het is zo handig. Het zijn een soort van... rubberen dingetjes die je om... eten heen kan doen of om je beker of ja, een soort van eroverheen. Dus bijvoorbeeld als je een komkommer hebt en je hebt die gebruikt, als je die gewoon weer los in je, weet ik veel, voorraadbakje legt, dan droogt die snel uit. En hiermee is dat dus niet, want kijk, je kan het hier zien, kan je dat eromheen doen en dan blijft het dus wat langer goed. En ik gebruik dit echt veel, want ik heb er al een setje van, dus ik dacht ik neem er nog eentje mee. Oh ja, dan heb ik een knoflookpers, maar deze is voor mijn moeder. Ik krijg dan de oude van mijn moeder even mee, want ik heb er ook nog geen één. En ja, dat was het. En dan nog twee plantjes, maar die liggen beneden. En dan nog het laatste, ik had ook een pakketje mee binnengekregen. Dit is een pakketje van Biodermal. Dat is helemaal leuk ingepakt, dus dat is heel leuk. En dan zit hij hierin. Een gezichtsolie. Ik gebruik dat eigenlijk nooit, dus ik ben heel erg benieuwd of het wat gaat doen. Maar goed, die ga ik uittesten. Dus kijk vooral op mijn Instagram. Want wie weet zien jullie daar iets voorbij komen in mijn story. Dus ja, dat is alles wat ik vandaag heb gedaan en gekocht. Ga ik nu even mijn bed opmaken met de OptiDay spulletjes. Dus yes. Nou, het ligt op mijn bed. Kijk, dit is dus de stof. Ja, het is, kijk, op beeld gewoon heel lastig te laten zien. Want je moet het echt voelen. Maar het is echt intens zacht. En dat is dit dus ook. Ja, misschien dat je het wel een beetje kan zien. Maar het is echt... Och, ik kan niet wachten om hier vanavond onder te gaan liggen. Oh, heerlijk. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het aanvoelt en zo. Ik heb zo lekker geslapen onder dit bed. Och, I can't. Ja, dit is gewoon echt helemaal waar ik naar zocht. En het, oh, het slaapt zo lekker. Echt, I can't. Echt zo lekker warm. Maar zonder dat je zweet. En echt helemaal, helemaal top. Maar goed, ik krijg volgende week pas mijn tweepersoons dekbed overtrek. Dus ik laat deze week gewoon hier. En dan mag mama eronder slapen. Dus ik ben benieuwd wat zij ervan vindt. Ik vond het in ieder geval echt heerlijk om op te slapen. Dus onder te slapen. En ja, ik ben nu aan het inpakken, want ik ga zo meteen terug naar Tilburg. En daar heb ik echt helemaal geen zin in, vooral in de trein. Maar ja, we moeten. Aangezien ik vorige week op de vlog reacties kreeg dat jullie graag mijn boodschappen willen zien, dacht ik, ik laat het nu wel zien. Ik kom net van de supermarkt, ik heb weer lekker... Wat een troep hier, verschrikkelijk. Ik heb weer lekker mijn wekelijkse boodschapjes gedaan, dus ik ga laten zien wat ik allemaal...
heb gekocht. En dan kan ik het gelijk ook lekker opruimen. Ik was vandaag 23 euro kwijt, geloof ik. En dat is wel gewoon redelijk wat ik elke week uitgeef. En dan door de week soms nog een beetje meer, omdat ik dan toch nog iets nodig heb. Maar in principe is dit wel ongeveer wat ik echt elke week uitgeef. Ik heb vegetarische kipstukjes gehaald. Mais. Smeerkaas. Ik heb altijd gewoon van Albert Heijn eigen merk. Vind ik best wel lekker. Hummus. Gewoon de naturels versie. Dan heb ik avocado's gehaald. 3 kiwis. En ik baal dat ik weer een zakje mee heb moeten nemen. Maar ja. Komkommer. En dat is ook echt iets wat ik elke week eet. 2 cottage cheese. Moeilijk hè. Dan heb ik 6 witte biologische eieren. Dan heb ik 2 doosjes mango. Bananen. Yoghurt. Griekse yoghurt is dat. Halfvolle melk. Maiswafels. Ik vind maiswafels persoonlijk ietsje lekkerder dan rijstwafels. Omdat ze wat dunner zijn. Dus die eet ik liever. Quinoa. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gegeten. Maar ik dacht, laat ik het een kans geven. Want ik heb de afgelopen tijd wel couscous gegeten. En dat vond ik dus eigenlijk ook best wel lekker. Dus ik dacht, laat ik nu een keertje quinoa proberen. Dan heb ik nog tomaten gehaald. Nog een doosje mango dus. Kikkererwten. En dit heb ik ook nog nooit gegeten. Maar dat wil ik ook graag een keertje proberen. En nu ga ik dit allemaal even opruimen. Ik heb dus eindelijk mijn platenspenetje weer mee naar Tilburg genomen. En dat is zo intens fijn. Het is zo leuk om plaatjes te draaien in plaats van gewoon op Spotify aan te zetten. Echt heel blij dat hij er weer is. Ik stond op het punt om te gaan slapen. En toen bedacht ik me, ik moet de vlog nog afsluiten. Dus bij deze, ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!